mama. Daar kan je ook nog helemaal heen, want je echt super ver lopen. Je ziet dat er een krab in zat. Wow. Die heb ik al heel tijd meegebracht, schat. Dit was Jamie de Vondst tijdens het duiken. Ik had er nog helemaal niet. Oké, we liggen hier dus op een strandje. En we hebben ook even net wat gemaakt met de onderwatercamera en zo. Lekker gezwommen, want het is nu een beetje helemaal aan het eind van de middag. En dan is het gewoon zo lekker. Het is niet te heet meer. En dan kun je gewoon lekker in de zee liggen. Oh, wow. Mooi, mooi. Ook mooi. Waar vind je dat? Bij Mandy. Oké. Het is nog steeds niet eens koud. En de zon is onder. Lekker bij de zee. De zon zien zakken in de zee. Nee, eigenlijk niet, want de zon ging daaronder. En hier is de zee. Goed verhaal. Nee, maar oprecht. Zelf lekker. Kijk. Ja, nee, dit is echt nul wind. Stenen regen. Wat is dat? Je hebt echt een rare buis, zo. Wie? Nee. Ja, dat komt op ze gewoon. Wat zie je? Lekker liggen? Nou, moet toch wachten, hè? Wachten. Weet je het niet voor hele wachten. Wachten. Kansloos. Ik kan ook weer helemaal niks doen. Ja, maar dit, nee, maar je ziet wel, dit kan niet door mij, want dit is gewoon zo'n schokkerig ding. We zijn in een stadje waar bloed heet is. Milato. Zweet gutst over mijn hoofd en op andere plekken. Maar we gaan dus nu dit even beklimmen naar een kerkje. En we hopen straks nog een strand te vinden om even lekker af te koelen. Hot, hot, hotter de hot, hot, hot. Ik voel me alsof ik uit Egypte kom. Samina, mina, dat is niet Egypte, laat maar. Shakira. Oh, auto in de aantocht. Komt hij hierin of gaat hij afslaan? Hij komt hierheen. Oké, ik ga aan de kant. Oké, hij sloeg daar af. We hebben gisteren op het strand gekeken naar de zonsondergang. En nu gaan wij samen, want Jamie en mama zijn veel te moe, kijken naar de zonsopgang. Sunset. En hoe laat is het nu? Kwart voor zes. We kijken nog wat slaperig. Sorry daarvoor. Excuus, maakt niet uit. De zon is op, het is 6:30. Eerst dachten we, dit is niet... Mama is toch nog gekomen. Eerst dachten we, dit is niet spectaculair. Want er zat eigenlijk achter de wolken. Het was echt maar zo'n heel wolkenbed. En dan zag je een heel klein streepje. En toen ging hij weer achter de wolken. Maar toch gaan we hem nu gezien erboven. Heb je zelfs een stel mooi... in je ogen. Wel mooi. Ik vond het mooi. Ja, ik vond het ook wel leuk. Ik vond het wel de moeite waard. Ik ga nog even slapen, hè? Ik vond het ook mooi. Maar ik zie vonden we ervan? Een rode kring eromheen. Wel mooi. Hun zien het niet, maar ik wel. Ja.
zijn vandaag in een oud Grieks theater. Hoe lang staat het al? Heel lang. Uit de 4e, 5e eeuw na Christus is het gebouwd. Heb ik gelezen. Hè? Was er niet bij. En het is heel groot en brokken. Brokkig. We hebben hier een hele hoge grot. Ja, dat is de Oregio di Dionisio. Wie is de koning van Wezel? Nee. Zeg hem even toch altijd. Zo cool, zo begroeid. We zijn nu doorgereden naar een soort heel groot natuurgebied, wat je hier ook op de achtergrond ziet. Hier is het dus nu nog mooi weer. Daarachter is het helemaal aan het omweren. We moeten dus een hele lange wandeling maken naar beneden, helemaal daar. De afgrond, wat je hier ziet. We zijn een stukje naar beneden gegaan. Maar omdat het waarschijnlijk zo meteen heel hard gaat regenen en onweren, gaan we niet helemaal naar beneden, heel de route volgen. Want dan staat waarschijnlijk het water te hoog en dan kun je niet meer terug. En dit is dan heel erg glad. En dan ga je op je smoel. Jammer genoeg, ik ken hem niet zien. Nee, een beetje jammer, maar goed. We zijn van de natuur naar een ander oud stadje gegaan. Allemaal beelden, huisjes en gelijk in een hele andere sfeer. We lopen vandaag in een ander natuurgebied. Dus hier wel iets meer toeristischer. Moet je ook helemaal een kaartje kopen en zo. Maar het is niet zo lang lopen als gisteren en dit kunnen we wel betreden. Nee, ik kijk gewoon voor me. En hierbij heb je dus ook allemaal water en rotsen en watervallen wat heel erg koud schijnt te zijn. Mijn hele benen zijn tot hier rood en ik voel ze hier gewoon warm. Hoe had ik erop? Nou, de laatste dagje is aangebroken. We gaan ons omkleden in dit hokske. Ik heb al lang even gezien. Ik heb echt niet letten. Jacqueline de Holdering, ga naar Joppe.